La récréation est terminée et le vrai travail peut commencer. Aujourd'hui, c'est tester les ordinateurs portables. Niet zo handig op school als een draagbare computer. Maar zit er anno 2022 nog veel verschil in de verschillende laptopmerken? Of zijn ze allemaal gewaagd aan elkaar? 1010 1101. Dat is computertaal voor testen maar. Ik snap er niks aan. We moesten dus de beeldkwaliteit van twee laptops gaan vergelijken door buiten op een bankje in de zon met fel licht een tekst van buiten te leren op 10 minuten en daarna moesten we een test doen en diegene met de meeste punten was de winnaar. Klaar voor? Klaar. Veel succes. Jij ook. Pure focus. Een laptop, shoot computer of notebook is een draagbare computer die in principe op de shoot kan worden gebruikt. De shoot, dat is de schoten, baby. Ah. Oh shit, Felice, de blauwe stuk is niet normaal. Oh, ik kan dat heel makkelijk lezen. Echt? Ja. Oh. Oh my god. Ik dacht, dat gaat wel meevallen, het verschil in beeldkwaliteit. Maar dat is dus niet, hè. Zo met de volle zon erop en dan met die witte muur. Ik heb mijn allerlei bochten moeten wringen om er iets van te kunnen maken. Ik heb nog last van mijn ogen. Ik zie nog altijd zwarte vlekjes. Dat is onmogelijk. Allee, dat stuk daaronder. Kun jij dat lezen, na die 10 kilo? Dat blauw? Ja, ik kan dat lezen. Echt waar, man. Dat kan niet, Felice. Nee, dat mag je niet. Ik kan wel zien dat het eruit ziet. Kijk, je kunt dat lezen. Ik vond het heel makkelijk. Ik denk dat jij gewoon echt een soort van supercomputer had. Ik denk dat ik een supercomputer had. In vergelijking met wat er bij mij gebeurde. Exact, exact. Dat. Ik zag alles. En jij zei, staat daar nog tekst of kun jij dat lezen? Niet te doen. Kom, examen. En dit boek is een goedkopere versie. Ja, moet je antwoord niet luid dop zijn. Nee, sorry. Hè? Ja, nee. En dat stond in dat stukje tekst dat niet te lezen was. Hè? Sst, op het einde wordt het hier een klein beetje gokken. Ja, bij mij ook wel. Oké, okay, done. Is er ook een prijs voor op de eerste? We krijgen onze test. Ja, ja, ja. Ja, is hem dat? Wacht, hè. 1, 2, 3. Spel een momentje. Ik heb 9 op 10! Wat? Dat is gewoon. Hoe heb jij? 7! Hey, jij krijgt ik het zelfs eerst gedaan. Ja, die heb ik zelf geschreven. Conclusie: mijn scherm is beter en jij kunt beter studeren. En ik weet gewoon meer over computers, laptops en het leven in het algemeen. Ik wil niks weten over laptops. Dus, wat kunnen we concluderen? Zit er veel verschil in die beeldkwaliteit? Ik denk dat dat duidelijk is van ja. Die van u is ook wel 3 tot 5 keer duurder. Dan een andere computer. Hè? Ik denk dat er dan van afhangt dat jij moet een nieuwe laptop kopen. Dat is waar. Wat vind je het belangrijkste? Dat je in het zonnetje kunt chillen met een wijntje? Of dat je gewoon thuis in een donker hol zit? Nee, maar voor te kunnen buiten werken is dat wel een investering die de moeite is, denk ik. Maar dus er is een duidelijk verschil in beeldkwaliteit. Er is een duidelijk verschil in beeldkwaliteit, ja. Yes. Aujourd'hui, on a testé la connectivité des laptops. En dat deden we dus in vorm van een challenge met verschillende opdrachten. Marcel en ik waren de leerkrachten. Jonathan en Simon waren de leerlingen, maar in strafstudie. De gestrafte leerlingen mogen binnenkomen. Ik zal u al gewoon maken aan hetgeen u te wachten staat op het schavot. Alors évidemment, c'est pas facile, on avait les yeux masqués et le gagnant était celui qui envoyait la photo le plus rapidement possible sur le PowerPoint sur l'écran juste derrière nous. Wij gaan nu de computer installeren met de muis en een extern toetsenbord. Links, ja. Een beetje verder. Oké, okay, top, c'est déjà un. Ah. Ja, dat klopt. Mais il n'y a pas d'autre port USB. On va enlever le clavier. On va enlever le clavier. Notre laptop était bien, mais il manquait d'entrée sur le côté. Onze computer was een beetje gemakkelijker om te gebruiken, omdat hij verschillende poorten had, meer dan de andere. Nu ga je PowerPoint open doen. Klik. Nu moet je tikken back to school. Ja. Wij waren wel een topteam. Ja. Zeg, wat is wakker. Kom aan. Nu gaan we een foto nemen. Nu. Links? Ah, nee, dat is te veel. Dat is te veel. En nu klik. Oké. Klik. Oh,
die kwaliteit is niet zo goed hoor. Maar non, chaque photo dans laquelle je suis de très bonne qualité. Nee, je naast is veel. Oh, dat is veel scherper. Onze webcam was eigenlijk niet zo heel goed de foto. Laat het zien. Een beetje vloek. Ja, een beetje. Ja. Nu gaan we de mini SD-kaart insteken. Non mais il faut un adaptateur, ça rentre pas comme ça. Hein. Sur l'ordinateur, il y a rien. On est quasiment obligé d'avoir l'adaptateur. Ok. J'étais en train de chercher le trou et j'essaie de rentrer, mais ça rentrait pas. Nee, ik weet het, maar ik ken daar ook niks van natuurlijk. Hè. Ik dacht, duw wat harder, duw wat harder. Mais oui, t'arrêtais pas de me répéter. Et je me suis dit, bon, yes. Jonathan, we gaan nu de beamer aansluiten. Oui, ça? Nee. Ceci? Ja. Aan de linkerkant van. Ja. Ha? Dat is goed. Ja! Ouais, 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 ja! Ouais. Ja! Ouais. Ja! Allez, Marcel, regardez, je peux bien faire, toi, tu t'as des yeux ouverts, tu peux même pas gagner. Simon, vindt u dat er een groot verschil is wat connectiviteit, aansluitingen op de laptop betreft? Ah oui, on l'a vu aujourd'hui, c'était pas facile. Hein. On a eu beaucoup de mal parce qu'on n'avait pas beaucoup d'entrées de ports USB, mini USB, HDMI, je ne sais quoi. Maar wat is nu belangrijk? Want eigenlijk onze laptop was minder van kwaliteit. Hè? Sur notre laptop, la batterie est meilleure, la qualité de la webcam est meilleure. Regardez-moi ces beaux gosses, comment on est frais. On a perdu, mais ça, on a gagné. On est les plus beaux. Hebben we al die poorten nodig? Nee. Maar we kunnen wel besluiten dat er een groot verschil is in connectiviteit.